Hallo, Vaco-gamers, Lars hier en welkom bij een gloednieuwe Minecraft Custom Map, gemaakt door één van jullie. En jongens, het is ondertussen alweer een hele tijd geleden dat ik een custom map gemaakt door één van jullie heb gespeeld. Dus het werd ondertussen weer eens een keertje tijd. Ik heb namelijk nog een heleboel mappen in mijn inbox staan, waaronder deze van Tiemen. En Tiemen zei, yo Vaco, deze map heeft 7 verschillende kamers. Nou, dat zorgt natuurlijk voor afwisseling en daar ben ik altijd een hele grote fan van. Dus we gaan gewoon lekker beginnen. Command blocks moeten aan, dat staan ze aan. Dus we gaan kijken wat voor informatie we verder nog krijgen. Informatie, map is gemaakt door Tiemen, heb ik net gezegd. Zijn kanaal HDGamingNL en de vorige map is Explosions. Nou, helemaal tof. Ik heb natuurlijk ook een aantal regels waar ik me aan moet houden. Oftewel de regels die ik natuurlijk ongetwijfeld een keertje ga breken, want that's me. Let's do it, wat zijn de regels? Ik mag geen blokken breken of plaatsen. Ik speel in game mode 1, dat staat hier al, en ik speel ook in difficulty peaceful. Nou, allemaal al geregeld. Tiemen die vroeg trouwens ook tijdens zijn mailtje of dat wij een cijfer wilden geven voor deze map. Nou, gaan we natuurlijk ook doen en ik ga deze map bij deze al een 10 geven, want achter mij een gigantisch groot standbeeld van de heilige keep. Nou, waar willen mensen nog meer in zijn custom map? Wat de mensen nog meer willen in zijn custom map is een map die helemaal goed werkt, dus we gaan gewoon lekker beginnen. Let's go, voor start, level 1, zoek de button. Jee! Oh, maar dat kan ik meestal wel. Dit soort dingetjes is meestal niet zo heel ingewikkeld om te doen. Zeker niet de... Oh, hi! Hoi, buddy! Hoe heet jij? Ah, oh, heet hij. Nou, oké, als jij ah bent, dan kan je mij vast wel helpen zoeken met buttons. Want het schijnt... Ja, het schijnt namelijk dat mensen die ah heten heel goed buttons kunnen zoeken. Dat schijnt zo te zijn. We moeten dus zoeken naar een piepklein buttentje in deze hele complete stad. Oh man, het gaat lukken. Tuurlijk gaat het lukken. We moeten namelijk eventjes nadenken. Stel je voor, ik ben de mapmaker. Ik heb deze map gemaakt. Waar zou ik dan een button plaatsen? Zou ik dat helemaal aan het begin van de map doen? Of zou ik dat ergens halverwege of aan het eind doen? Ik denk persoonlijk, ergens halverwege of aan het eind. Ergens op een supergeheime plek. Wat hebben we hier voor ding? Misschien is hier de button wel. Nou, zo zou maar kunnen. Let's go controleren. Button, hapsikje idee. Level 2, TNT run. Dat is lekker makkelijk. Als ze gewoon voort aan de... TNT run. Nee! Niet gehaald. Klik dan hier voor een reset. Oké. Okay. Oh shit. Oh shit. Zullen we het proberen? We moeten gewoon rennen. Leroy Jenkins! Leroy Jenkins! Leroy Jenkins! Leroy Jenkins! Leroy Jenkins! Ik durf niet achterom te kijken, jongens. Ik durf niet achterom te kijken. Als ik dat doe, dan dom het ongetwijfeld alles in de war. Ik ben er bijna, Ik ga nog een rondje. Leroy Jenkins! Dit is leuk om te doen. Hoppakee, daarheen. En we gaan gewoon weer deze kant. Lalalalalalala. Zeg niet dat ik niet van een uitdaging hou. Want ik hou van een uitdaging. Knal sowieso eventjes een like op deze video voor deze uitdaging. Ik vind dat ik het goed gedaan heb. Zou ik het nog een keer durven? Nee. Let's go voor de volgende. Klikkidi klikkidi. Level 3. Ice. Oh god. Oh shit. Dit is parkour. Parkour is ook erg. Maar ijsparcours is nog veel erger. Maar ik kan dit. Ik heb net ook twee keer een... Ho, 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 ho. Zalig kerstfeest. Komt-ie. Ja, ja. Ho, ho, remmen, 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 remmen. Dat werkt een beetje moeilijk, hè. Remmen op ijs. Dit kan ik toch helemaal niet? Told you. Opnieuw. Maar ik ben goed op de goede weg. Ik kan dit. Ik heb het eerste stuk sowieso ook gedaan, dus dan kan ik ook het tweede stuk. Ik moet gewoon zorgen dat ik op tijd spring... En op tijd afremmen. Want op zich kan je wel afremmen. Als je op shift drukt, dan remt hij dus automatisch af. Ik kan dit. Ik kan dit, ik kan dit, ik kan dit. Kijk maar, hoppakee. Wie is hier de jump koning? Het is ik. Eigenlijk niet, maar ik kan in ieder geval doen alsof het zo is. Toch? Zit hier nergens een onzichtbaar blok of zo dat mij blokkeert? Nee. We gaan het gewoon doen. Komt hij in één keer goed. Hij loopt er gewoon vanaf. Waarom loopt mijn mannetje altijd van bruggen en gaten en kuilen af. Waarom is dat zo? Het is natuurlijk om mij... Hier, daar gaan we weer. Het is gewoon om mij te pesten natuurlijk in dit. Het verbaast me nog dat hij het niet tot het laatste bewaard heeft. Meestal hebben mensen die een map van mij maken zoiets van... Joh, weet je, als de Vaco er dan bijna is... gaan we hem alsnog een keertje pesten met een jump map. Gewoon om mij te pesten doen mensen dat. Dat weet ik 100% zeker. Dat hebben jullie niet gezien. Diep maar in de reacties, ik had mijn ogen dicht. Toevallig op dat moment. Ik ga dit gewoon doen. Hop, kijk, dit is wel te doen. Hop. Hoe zet je jezelf voor lul voor al je kijkers? Nou, op deze manier. Hop,
Ja, zie je, I knew it. Dit ken ik ook. Dit is zo'n hoeksprong. Ik glijd er gewoon vanaf, zag je dat? Dit kan ik. Dit heb ik vaker gedaan. Dit heb ik ook tijdens Davidson opgelukt. Zo lukt het ook hier. Helemaal naar boven. En dan op het hoekje. Zie je wel, dit kan ik. Sterker nog, dit kan ik gewoon in één keer. Hoppakee, let op. Ik ga je nou toch even de blitz maken, jongens. Bam! Wie is hier de hoekjump koning? Het is de Vaco. Zie je wel dat ik dit kan. Hier kan je gewoon afspringen. Dit is een heel laag sprongetje. Maar ook te dun. Ta-ta-ta-ta-da. En deze gaan we gewoon zo doen. Oh! Ah! Die gaan we dus niet gewoon zo doen. Die gaan we anders doen. Wee! We gaan het gewoon nog een keer proberen. Knal ik met mijn hoofd tegen de plafond aan of zo? Hop. Teleport automatisch. Toch helemaal niet zo heel slecht gedaan. Ik ben maar een paar keer gevallen. En dat zonder een of ander respawn punt. Ik vind dat ik het goed gedaan heb. Wat was dit? Dit was een doolhof. Oh jee. Het is wel flink heet. Als ik dan toch mag kiezen. Doe dan het vorige maar. Ik kan namelijk heel goed tegen kou. Maar minder goed tegen hitte. Ik hou namelijk niet van warmte. Ik kan daar echt niet tegen. Weet je. Als ik een temperatuur mag aangeven. Wat mijn favoriete temperatuur is, dan is het ongeveer een graad of 25. 25 graden is niet te warm, maar het is ook niet te koud. Er zit er eigenlijk precies tussenin. En normaal gesproken, bij een graad of 30 heb ik altijd zoiets van... Zet uit die kachel. Het is veel te warm. Misschien wel leuk om eventjes te vragen. Wat is jouw favoriete temperatuur? Wat vind jij het ongeveer lekker? Heb jij zoiets van, nou, ik wil graag heel erg veel warmte. Want ik weet dat die mensen er ook zijn. Die zoiets hebben van, nou... 30 graden, 35 graden, zonnetje erbij. Prima, ideaal, doe maar. Maar ik kan daar niet zo goed tegen. Nee. Ik hou niet van warmte. Ik hou niet van warmte en ik hou ook niet van doolhoven zonder button. Lol, doolhof. Ik hou wel mijn doolhoven van buttons. Die zin moet je even door elkaar husselen. Dan krijg je de goede zin op een gegeven moment. Klikkidi, klikkidi. Level 5, een quiz. Ah. Hoeveel abonnees heeft Vaco Games? Vaco Games heeft tot dit moment 210.275 abonnees. Uit mijn hoofd. Maar ik denk op dit moment dat hij hem gemaakt heeft dat het 208.000 was. Dus alweer een tijdje geleden. 208.000, hopsakidee. Wat was mijn Minecraft naam ook alweer? Oh, dat weet ik nog. Dat weet ik nog. Hij heeft in zijn mailtje namelijk net gestuurd dat hij de broer van James Bond was. Ik vroeg me af, waarom doet hij dat? Dat was dus waarschijnlijk Thibaut 009. Het 007 is James Bond. Dus dan zal hij 009 geweest zijn. Hé, hey, logica. Is abonnee zo goed geschreven? Nee! Nee! Het is niet goed geschreven. Het is namelijk met 1 B en 2 N'en. Jup. De puntje puntje valt niet ver van de puntje puntje. De appel valt niet ver van de boom. Toch? De appel valt niet ver van de boom of de boom valt niet ver van de appel. Ligt er een beetje aan of je de boom omzaagt op het moment dat er een appel op de grond ligt. Maar dan valt de boom ook niet ver van de appel af. Maar laten we geen appelbomen omzagen. Het gaat om de appel en de boom. Hoppa. Je hebt het niet nodig, maar het is wel handig voor gevechten. Ah, armor of golden apple. Je hebt het niet nodig, maar het is wel handig voor het vechten. Allebei, eigenlijk. Het is allebei wel handig. Kijk, als je heel goed kan pvp'en, dan heb je geen armor nodig, want dan ben je hartstikke goed. Een golden apple is wel handig om te hebben natuurlijk, maar het hoeft ook niet. Het hoeft allebei niet. Je hebt het niet nodig, maar het is wel handig voor het vechten. Hier krijgen we een tip, als je het echt niet weet. Ik ga voor de tip. Tip. Het is goud en rond. Armor... Nee, golden apple natuurlijk. Oh god. Ga op het oranje blokje staan en je ziet wel wat er gaat gebeuren. Spring zo snel als je kan. Disco jumps. Klunk. Klunk. Klunk, ik sta erop, hoor. Disco jumps. Klunk. Hallo. Hij is kapot. Hij doet niet. Misschien dat ik een beetje rond moet springen. Proenk, 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 proenk. Ik denk dat ik daar naartoe moet. Dat sowieso. Maar deze jump die doet niks. Deze jump is kapot. Misschien als ik deze hier neerzet. Hallo. Niet. Kijk, als ik hier ga staan, krijg ik wel level 6. Disco jumps. Maar er zijn geen level 6. Spring zo snel als je kan. Oké, let op. 1, 2. Wee! Spring zo snel als je kan. Helemaal naar boven.
Zo jammer. Ik had dit wel leuk gevonden als dit een beetje had gewerkt. Het werkt helaas niet. Klikkidi klikkidi. Place to go down. Wat? Can be placed on a barrier. Hey. Place to go down. Oh, ik denk ik donder hier naar beneden, maar dit is dus een onzichtbaar ding of zo. Place to go down on a barrier. Ik kan vliegen. Dat is better epic. Hop. Place to go down. Dus die barrier moet down. Dan heb je 3. Laten we deze hele ding versieren. Misschien dat dat iets uitmaakt. Place to go down. Ik moet hier naar beneden. Oh, hiermee kan je dat ding weg. Oh, werkt dat. Zo. Dan moet ik dus hier weer naar beneden. Ik moet hier tussendoor. En dan moet ik hier omhoog zien te komen. Hoppakee. Oh, maar dit is wel heel tof. Dit is weer eens een keer wat anders dan een normaal jump parcours. Hoe gaan we dit nou weer doen? Want hier moet ik dus omhoog. Kijk, je kan omhoog. Elke keer dat je springt, ga je omhoog. Ah. Dan kan ik hier dus gewoon doorlopen. Oh, god. Place to go down. Ik denk dat ik hier overheen moet. En dan daar. Naar beneden. Naar beneden. Naar beneden. Wat is dit? Naar beneden zou ik hier staan. Oké, we gaan naar beneden. Dit is wel apart. Dit heb ik nog nooit gezien. Dat is weer eens een keer wat anders. Kijk, ze zijn er dus wel, die onzichtbare blokken. Maar je kan er doorheen. En overheen. Dat is verrekt handig. Ik kan zelfs hier naar boven springen. Kijk, hup. Maak je een soort trappetje van. En dan ben je weer hier. Hier kan je echt alle kanten mee op, gasten. Hier kan je echt alle kanten mee op. Als ik nou gewoon hier doorheen loop, dan kan ik hup recht eroverheen. Dan kan ik via hier en via daar. Dan kan ik hier eentje naar beneden, kan ik daar naartoe. Hier eentje naar beneden, kan ik daar naartoe. I get it. Dit is best leuk om te doen. En dan moeten we hier weer verder naar beneden. En dan zo. Hop. Kluk. Op het einde is een blokje. Spring daarop. Oké, dus ik moet helemaal naar het einde toe. Hier zie ik zo'n onzichtbaar blok. Zie je hem? Hop. Hop. Hoppakee. Dus dan moet ik hier naartoe. Hier naar beneden. Dan moet ik eigenlijk daarheen zien te komen. Zo. Klik, klik, klik. Dan moet ik hier naar boven. Hop. 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 Hoppa. Ik ben hier pro in. En dan hier verder naar beneden. Dan zijn we helemaal beneden. Dan hier weer naar boven. Want je moet dus proberen om niet in één keer door te lopen. Anders dan donder je alsnog naar beneden. Klikkie, klikkie, klik, klik. Hier naar boven springen. Dus ik denk dat dat de bedoeling is. En dan moeten we daarheen. Hoe gaan we dat nou weer doen? Spring, spring, spring. Onzichtbaar blok hier. Spring, spring, loop. I did it! Vaco is baas. Ik ben het eens met die stelling. Vaco is baas, absoluut. Ik vind dat Vaco het goed gedaan heeft. Is dit het einde? Bedankt voor het spelen van mijn tweede map. Ik hoop dat je het leuk vindt. En vergeet niet even om een like achter te laten. Dat is absoluut waar. En natuurlijk abonneer. Het woord abonneer is goed geschreven met 1 B en 2 N'en. Told you. Wil je nog even rondkijken? Dat mag. Vaco is baas, Vaco is baas, Vaco is baas. I agree with that statement. Vaco Gamers, ik wil nog eventjes rondvliegen. Holy meuk. Grote toren, jongen. Mocht je zoiets... Oh, dit was een dorpje. Oh. Ik ga gelijk in een dorpje wonen voor de rest van de tijd. Vaco Gamers, mocht jij zoiets hebben van... Hey Vaco, ik kan ook een hele toffe map voor jou maken. Dan kan je die opsturen naar... Hoi Vakenhof, ik heb een... Oh, hi. Dan kan je die op... Ja, daar. Dan kan je die opsturen naar... Hoi Vakenhof, ik heb een custom map voor je gemaakt... @hotmail.com. Dan kan je hem opsturen en dan ga ik hem misschien wel spelen... Want ik ben namelijk weer op zoek naar gloednieuwe mappen... Om te gaan spelen hier op Vaco Games. Jullie vroegen erom en ik doe gewoon lekker wat jullie willen. Jullie wilden dit soort mappen weer terug. Dan krijgen jullie dit soort mappen weer terug. Ik hoop dat jullie mij willen helpen in de tussentijd om eventjes een like achter te laten. Daar helpen jullie mij dan weer enorm mee. En ik zie jullie dan de volgende keer weer terug bij een gloednieuwe Minecraft map gemaakt door één van jullie hier op Vaco Games. Dus bedankt voor het kijken, jongens. Mazzel!